Want hij is wel heel lang, hè? Ik heb slechte knieën, dus ik kan eventjes bukken. Ik zal het zo doen. Ja, ik kan je? Hij is een leuk man. Als je gewoon gaat staan. Oh. Ja, daar komen we goed uitzien. Ja? Oké. Okay. Ja, helemaal goed. Nee. Hij staat al aan, hoor. Dus, Oké. Okay. Hi, Erik. Hi, Ad. Hi. Mag ik eigenlijk overal beginnen? Nou, ik wou zeggen eigenlijk, ik ben zelf ook spits geweest, hè, vroeger. Net als jij. Ja, dat weet ik niet, dat kan. Ja. Ja, ja. Nee, maar ik was ook al zo'n spits, weet je wel. Want als je over spits hebt, zoals jij en ik. Nou ja, dan is meestal mensen, hè, dat wordt ook in over het algemeen gezegd. Dat zijn vaak mensen die kunnen niet voetballen. Maar als een kooltje voor de kool, hè, een neusje voor de kool, dat hebben ze altijd. Ja, dat klopt ook wel. Ik was natuurlijk voetballer niet de beste, zeg maar. Maar ja, uiteindelijk gaat het om de goals maken. En dat kon ik dan wel. Maar ja, techniek en ja, was natuurlijk allemaal wat minder als de voetballers die van jongs af aan opgeleid worden tot profvoetballer, zeg maar. Hè? Ja, ja. Dus, en ik, het hoeft ook niet altijd. Als je uiteindelijk gaat om die bal erin schieten. En of je nou techniek hebt of niet, die bal moet erin, hè? Ja, precies. Ja. En denk je nog wel eens terug aan die tijd met Jean Verloem bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Een zeer oude beelden. Ik denk, ja, zo was het. Het is eigenlijk, ja. Een apart hoofdstuk in je leven en ja, dat zou ik nooit vergeten. Dat was ook een van de mooiste dingen die ik meegemaakt heb, hoor. Dus met tranen soms in je ogen moet ik er wel eens aan herinnerd worden, ja. Mooi. Ja, en weet je wat ook zo mooi is? En dat zat ik ook aan te denken, dat kwam me ook naar boven. Dat was in de allereerste keer dat de KNVB als proef dan van de UEFA toestemming had om een proef te doen met de UEFA, ja, voor plaatsing. Ja, de nacompetitie, ja, geweldig was dat. Ja, ja, dat was ook jouw eerste seizoen, geloof ik. Ja, dat was meteen erachteraan. Dus ook nog 8 goals gemaakt in de nacompetitie. Ja, dat was echt geweldig. Ja. Ja, vooral in VV Venlo. Ja, ja, en hier thuis dan de laatste wedstrijd tegen Roda. Dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Ja, geweldige, ja, ontlading ook. Toen hadden ze nog geen rondvaarten door de stad heen, helaas. Nee, wat hebben we toen gedaan? Nou, niet veel eigenlijk. Wij werden eventjes in een keurhotel zijn we toch met z'n allen bij elkaar gekomen. Dat was het ook wel. Oh, en de supporters mochten daar niet bij? Nee, voor mij niet. Ik ben eventjes in nog. Mocht er niet eens aan de supporters doen? Nee, was er. Had je toen al een vriendin? Of was je al getrouwd? Nee, getrouwd sowieso niet. Een vriendin zou ik wel gehad hebben, ja. Oh. Meestal als je een beetje in de belangstelling staat, dan komen de vrouwen vanzelf wel. Ik ken nog wel oude verhalen van vroeger wel eens overal. Ook van andere clubs, dat wel eens als feestjes. Dan hoor je zo wel eens in programma's als Voetbal Insight. Ja. Wordt dat weer even dat oude verhalen uit de oude doos. He, dat er wel eens wat gebeurde in zo'n hotel, weet je wel, als ze feestjes hadden. Nee, dat heb ik niet meegemaakt. Dus, dat zal natuurlijk elke speler zeggen, maar nee, gelukkig niet. Nee, we hielden het altijd wel rustig, hoor. We zaten meer aan het bieren, dat was ook wel leuker ook trouwens. Ja. En je hebt er nog ook meegemaakt toch met, was je toen er ook bij, bekerfinale? Nee, dat was voor mijn tijd. De tegen de Helmondsport bedoel je? Oh ja. Ja, dat was John alleen. Dus John kwam ook alleen. Oké. Okay. Toen zat ik op de tribune, toen ik had wel de wedstrijd gezien, ja. Ja. En wat doe jij nou eigenlijk voor werk? Of wat doe je in de sport? Ja, ik heb ruim 20 jaar een keukenzaak samen met mijn zwager. Dat is de vader van Ricky van Wolswinkel, waarschijnlijk wel bekend. En mijn vader deed het voor die tijd altijd. Dus die hebben we nou overgenomen. En sinds 20, 22 jaar doe ik dat dus. En het gaat natuurlijk hartstikke lekker. Nou, met alles gaat weer beter in de wereld. Dus, en Woudenberg dus ook, dus leuk. Ja. En wat doe je dan bij Woudenberg? Bij Woudenberg zelf zijn we alleen sponsor. En, en mijn zwager is jarenlang trainer geweest. Dus dan heb je toch sowieso al dat je wat vaker gaat kijken. En Woudenberg is gewoon een leuke boerenclubje. Speelt eerste klas. Alleen gisteren helaas verloren met 7-2 van Deltasport. Dus dat was wat minder. Maar misschien met eigen jongens is het wel leuk om naar te kijken. Maar je bent niet met Boudenberg bijvoorbeeld bezig met het kweken van nieuwe spitsen? Nee, dat zou ik ook niet kunnen. Ze hebben het wel vaak gevraagd, maar ik deed, zoals je weet, alles op intuïtie. Ik zou niet weten hoe ik iets voor moet doen. Ik denk dat ik meer op de grond lig als dat ik... En dat is nou eenmaal zo. En, ik heb ook geen oefeningen ervoor, dus nee. Maar ik, dus eigenlijk... ik train of ik doe af en toe nog wel eens mee met veteranen, ja. Maar dan sta ik meer zo... Ja, een bekende verhaal. Ja, precies. Ja. Maar dat is dus eigenlijk meer, dat moet je eigenlijk in je hebben om zo'n spits te zijn. Ja, en ook een beetje techniek hebben. Je moet voor kunnen doen en dat kan ik niet eens. Ik kan het niet eens voordoen. Dus ik kan alleen wel zeggen, jongens, ik heb mijn spitsen wel eens over. Nou, als je nou dit en dat zou doen, dat kan ik wel zeggen. Ja. Maar ik kan het niet voor me. Ik kan het niet meer voordoen. Nou ja, je kent die jongens natuurlijk al wat videobeelden van jouw tijd. Ja, nee, ik heb. Zo uiterlijk ben ik ook wel niet, maar die zullen ze wel gezien hebben. Maar, en die jongens die komen af en toe wel wat vragen, hoor. Dus sowieso, dat vind ik veel leuker. En van Messi? Van Messi? dat is wel de beste van de hele wereld, denk ik. Ja.
Ja, dat is gewoon mooi om naar te kijken. Ja. Maar dat zijn ook mensen, ja, daar zou je nou voor naar het stadion gaan denken. Dus, ja. En wat denk je nou met binnenkort moet Nederland zich proberen te plaatsen, hè, voor dat WK? Ik hou mijn hart vast. Dus ik hoop het echt, maar ik ben heel bang voor dat het niet meer gaat lukken. Maar dus je zit niet op dezelfde lijn als René van der Gijp? Die denkt dat het nog wel lukt? Ja, die denkt nog dat hij het wel gaat lukken. Oh, nou ja, ik hoop het. Ik hoop dat hij gelijk krijgt. Echt waar. Dus, Nou, en ik hoop dat de jongen Derksen vandaag gelijk krijgt. Normaal is hij altijd zo zeikerig, ja? Maar ik hoop dat hij vandaag gelijk krijgt, want die heeft gezegd dat Utrecht wint. Nou, dat is mooi. Dan ga ik met de jongen Derksen mee. Dat hoop ik ook, ja. Oké, en hoeveel wordt het, denk je? Het wordt 3-1. 3-1? Ja. En gaan we een aanval doen op de top 3? Dat denk ik wel, ja. Ik denk, als je nou gisteravond Feyenoord hebt gezien en je hebt Ajax al gezien en PSV ook al een paar keer voetballen. Kijk, AZ speelt ook goed, dus daar zou het een beetje tussen hangen, denk ik. Maar ik denk dat ze echt dit jaar, moeten ze niet van die uitschieters meer hebben zoals bij Groningen en bij Twente, maar dan komt het wel goed. Ja, en we hebben het eigenlijk al gezien dat ze wel kunnen, hè, zoals tegen Lech Poznan, ja. En thuis hier tegen Zenit. Ja, mooi, een mooie wedstrijd, die heb ik toevallig ook gezien, dus mooi om te zien. Ja. Nou, we gaan je zo meteen even mooi in de gaten houden, ja. Als op de tribune. Dus laat het zien, nou, ik weet dat jij gewoon echt meegaat met de rest van de Bunnickside. Ja, ik ben van de fanatiek supporter, hoor. Dus, dus je kijkt er al naar uit? Jazeker, ja. Meestal zit ik voor de tv dan, maar ik vind het wel leuk om een keer weer in het stadion te zijn, hoor. En zeker op de Bunnickside, want daar kom ik natuurlijk nooit, dus leuk. Ja, maar hoop je wel dat je wel wat van de wedstrijd kan zien? Ja, daar ga ik wel vanuit, ja. Nou ja, ik zag van de week USP Hercules hier tegen Groningen. En de Cyril Dessers, die kon niet meer van die wedstrijd volgen. Oh, wat doet de vuurwerk zo? Nee. Al die mensen, al die kinderen, weet je, die op de hoofdtribune mochten plaatsnemen. Oh. Ze wouden allemaal selfie en handtekeningen. Oh, ja, nee, ik ga gewoon lekker die wedstrijd kijken, hoor. Dat is wel prima. Oké, okay. Ja. Nou, fijne wedstrijd, Erik. Ja, en sterkte met jou, hè? Ja, zeker, jongen. Gaat goed komen. Jo. Thank you.